Ze begonnen met z'n tienen aan een spel. Of eigenlijk met z'n negenen. Want één van hen was de mol. Vorige week moest John samen met Foke en Arnoud 100 Australiërs zo gek zien te krijgen dat ze de Polonaise gingen dansen. Ze vouwden hoedjes van papier en zongen liedjes als Hoeper de Poep zat op de stoep. Wist barkeeper John niet een betere manier om Australiërs te vermaken? Wie gaat dat beantwoorden? Sommige quizvragen leken heel makkelijk. Hoe noemen de Australiërs hun belangrijkste feestdag? Oh jee. Die vragen, dat was heel leuk. Ik wist de meeste vragen, wist ik. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Ik weet het echt niet. Sorry. Oh, die is groot. Warna haalde supersnel de antwoorden uit het haaienbassin. Had hij iets te compenseren? Was hij te veel opgevallen de afgelopen dagen? En moest hij nu iets goeds doen voor de groep? Bij het raften zat in één envelop 5000 gulden. Petra en Willy grepen mis. En John's poging was wel heel erg slapjes. Deborah en Petra vielen overboord. Werden zij geduwd? Of viel een van hen bewust buiten de boot? Mijn eerste idee van jij bent de mol wordt alleen nu maar bevestigd. Het is John. Omdat Willy het slechtst had gescoord bij de test, werd hij naar huis gestuurd. Was hij door de mol op een dwaalspoor gezet? Of had hij op de verkeerde mol gestemd? Gaat hij een beetje? Op zich gaat het goed. Ik mis gewoon weer Willy nu. Vind ik jammer. Ja, dat loopt wel leuk. Ja. Jongens, we moeten echt. Ja, jongens, kom op. Kom op. Naar beneden. Ik had de groep gevraagd een zwaargewicht en een lichtgewicht af te vaardigen. En in de auto werd erover gediscussieerd. Oké. Vrienden. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Robin en Petra. Zwaargewicht, lichtgewicht. Dat klopt wel, hè? Zo ongeveer. Kom met mij mee. Jullie moeten achter ons as hebben, hè? Ja. De andere zes. Voor 5000 gulden. Jullie gaan straks in deze boot. Die brengt jullie naar een onbewoond eiland. Daar moeten jullie 24 uur zien te overleven. Voor ieder van jullie moet er een vis worden gevangen van minimaal schoenmaat 44. Die moet worden bereid en eventueel opgegeten. Morgenochtend kom ik terug en dan wil ik ook een liter kokosmelk zien. Deze spullen moeten mee. En hier is een verzegelde kist met daarin, zoals je ziet, alle lekkere dingen die je maar kunt wensen op een eiland. Als ik morgenochtend terugkom en aan alle voorwaarden is voldaan...